sounds of the beast. We hebben elk snippertje informatie dat we gevonden hebben geanalyseerd en gekeken naar de data over de afgelopen 4 jaar. Naar de 33 mensen die overleden zijn onder verantwoordelijkheid van de politie. En wat we zien is dat van 20 mensen de namen onbekend zijn. Dus we weten niet wie het is, we weten niet om wie het gaat. En in 43% van de gevallen, dus van deze 33 mensen, ging het om mensen met een niet-wit uiterlijk. En in 18% van de gevallen met een wit uiterlijk. En in de rest van de gevallen weten we het niet. Dus er is een heleboel onbekend. Als je naar de volgende wil gaan, alsjeblieft. Wat wel opviel, was dat van de 33 mensen meer dan de helft daarover werd geschreven door politie in persberichten of Openbaar Ministerie of door mediaberichten als personen met verward gedrag. En verward gedrag hebben we hier opnieuw ook tussen aanhalingstekens gezet. Maar meer dan de helft, dat is een opvallend groot aandeel. En in een derde van die situaties was het ook van tevoren bekend bij de politie. En als je naar de volgende wil gaan, we hebben ook een overzicht gemaakt van waar deze situaties zich hebben afgespeeld in Nederland. En ik liet deze kaart vanochtend zien aan een collega van me. En die zei, hey, de data van Oost-Nederland ontbreken. Maar dat is niet het geval. Dus dit zijn de data van de afgelopen 4 jaar die we op een landkaart van Nederland geplaatst hebben. En ik denk dat je niet, ik ben een leek als het gaat om statistische analyse. Maar het valt mij wel op dat er veel meer speelt aan de westkant van Nederland dan aan de oostkant van Nederland. Dus dit zijn een aantal van de data die we laten zien aan de hand van de afgelopen 4 jaar. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.